Goedemiddag. Weer even een update voor Project A, omdat er heel veel vraag naar was. En ik heb natuurlijk al beloofd wekelijks een update te geven. Alleen ja, wat ik al eens eerder aan heb gegeven, het is elke week hetzelfde. En ja, is dat wel online waardig, weet je wel. Maar na afgelopen week, nadat ik iets gepost had op Instagram en op Facebook, waren toch wel mensen geschrokken. De bloedwaardes gaan gewoon niet omhoog en het schiet gewoon allemaal niet op. En de pijn wordt gewoon nu echt dusdanig ondraaglijk. Dat ik echt zoiets heb van, oh, help. Ja. Dus ik heb min of meer een radiostilte qua nachtelijke updates opgelegd. Want met zoveel pijn en met je telefoon bezig zijn, dat gaat niet meer. Voorheen was het echt afleiding, zeg maar. Dat ik mijn eigen echt kon focussen daarop. Ik denk van, nou, dan heb ik in ieder geval iets te doen. Dat gaat gewoon eventjes niet meer. Dus ja, ik heb niet veel qua updates. Ja, dat het gewoon steeds slechter gaat. En ja, het vocht vasthouden, dat schommelt en doet. En van de week ben ik zo verschrikkelijk veel vocht verloren. Dat ik gewoon 4,5 kilo kwijt ben geraakt in de nacht. Nou ja, dat is veel. Dat is echt veel. Dus ik probeer zoveel mogelijk te rusten, want het is nu 20 nachten, 5 uur slaap. Dat is vermoeiend hoor. Maar ja, toch gewoon door blijven gaan. En mensen vragen zich af van, ja, en je neemt je rust niet. En ja, ik kan dat gewoon niet. Ik kan niet op de bank gaan zitten en zeggen van, zo, ik doe nu niks meer. Nee, dan voel ik me eigenlijk zo'n kastplantje en dat schiet gewoon niet op. Dus ja, wat ik wel wil vragen, wat ik wel wil doen, want er is heel veel vraag naar. Ik geloof dat ik, van de week had ik 18 mailtjes op een dag, met dezelfde vraag of ik een Q&A voor Project A kon doen. Dus echt alleen maar vragen die gebaseerd zijn voor Project A. Wel met respect natuurlijk. En of ik overal antwoord kan en op wil geven, dat kan ik dus nu niet zeggen. Dus bij deze, heb je een vraag betreft Project A? Stel ze in de comments en dan maak ik daar een aparte vlog over binnenkort. Want mensen hebben heel veel vragen en gaan er met een omweg reacties op geven. En dan denk ik, ja, je zit met een vraag, stel die vraag gewoon. Ik bijt niet. Trouwens, hier een scherm voor, dus zoveel kan ik niet bijten. Dus, stel je vraag als je die hebt. Het is nu 1:15 middags. Het is lekker weer, het is geloof ik 30 graden. Naomi is lekker thuis. Tip tropenrooster. Maar deze meid gaat lekker even de bank op. En proberen even lekker een uurtje te chillen. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt voor je aandacht weer. En nogmaals, als je een vraag hebt, stel ze in de comments. Doei!